Hey, mijn beste kijkers en welkom bij Rafa en Bocciano. Ik ga voor mensen die enkel klikken voor deze probleem, ga ik nu oplossing zeggen. Dus je hebt Truma Error 515. Wat wil dat zeggen? Het wil zeggen dat je aan de zijkant je propeller, je ventilator niet draait, niet wil draaien. Je hebt twee manieren om deze probleem op te lossen. Allee, hè? Is een hard reset te doen. Dus aan de bovenkant heb je dat zo'n plastic omhelzing. Zo'n 90 graden. Je haalt het uit. Je hebt daar zo'n knopje, hard reset button. Dat doe je. En misschien werkt het. Werkt het super fijn. Zo niet. Dan aan een van de zijkanten is die propeller. Hè? Is die ventilator. Je haalt die omhelzing uit. Dat is gewoon een kliksysteem. Of schuifkliksysteem. Naar boven. En je draait eventjes met je vinger die ventilator en ga je terug die Truma aandoen. En als het werkt, super. En zo niet, dan moet je naar je dichtstbijzende garagist bellen. Van Truma dan uiteraard. Ja, dan is het gewoon op de website van Truma zelf. Als je de locatie aanstaat, kun je 50, 100, 200 kilometer radius en dichtstbijzende garagist zoeken die samenwerkt dan met Truma. Hè? En voilà, dat is het. En voor de rest, hier komt mijn verhaal van A tot Z. Voor degenen die verder willen zien. En alvast bedankt om te kijken. En ja, tot de volgende keer. Ciao. Oké, ik was dit niet aan het filmen, maar ik heb weer al een error. Ik denk dat het hetzelfde is als eergisteren. Vandaag krijg ik die error gewoon niet weg. Ik heb dit gereset. Geprobeerd dat casket te updaten. Onder heb ik schakelaar die helemaal elektriciteit uitschakelt. Heb hier ook aan en uitgezet. 12 volt, 240 volt. En ik heb niks gevonden. Maar op lange tijd via internet heb ik deze Truma Combi Error gevonden. Als ik dat niet zou vinden, zou ik wel bellen naar mijn lokaal ding, zou ik mailtje sturen. En ik heb het gelezen en ik ga dat ook open doen en ik ga die bruine knopje resetten. Dus dat ga ik doen. Oké. Ik heb alles uitgezet. En gaat het gemakkelijk zijn om erbij te komen? Dat is de vraag, hè. Oh, ik moet licht aandoen. Oké. Ja, ik wil wel verwarming aan hebben. Is missen wat ik kan doen, hè. Volgende stap ga ik enkel dit uitzetten. En dan ga ik op die bruine knopje daar drukken. Ja, oké. Werkt het? Licht. Licht werkt. Oké, laten we. Nee, nog steeds de error. Ik ga verder beter lezen. Nog eens. So, the issue has been resolved. Oké, dan kun je pauze als je wilt lezen. Oké, ik heb daarop die brandende knop ingehouden. Brandde gele lichtje. Dan heb ik nu dit helemaal gereset. En dan heb ik nu dit helemaal gereset. En nu ga ik dit aandoen. Voilà, in de juiste volgorde hoop ik. En voilà, en nu gaat dit en dit aan. En er stond hier op: the right thing to do if you are going to disconnect the 12V supply as the switching of the main panel is to power off the boiler first. By pressing the dial in on the control panel. Not doing this doesn't always result in this error, but it can happen. Oké. Op hop van zeggen, dus dat heb ik gedaan. Ik heb eerst dit uitgeschakeld, gereset, uitgeschakeld, aangezet. Oh my, alsjeblieft.
Ach, nee. Oké, net in Spaans. Gelukkig, dank u, YouTube-ondertitelingen. Hij zei van, wel andere error, 500 en zoveel. Ik heb andere error, maar hij zegt, als er error komt, het gaat 15 keer blinken. En dan als het stopt, oh, voilà. Oké, het heeft gestopt met blinken. Dat was ongeveer, hebben 3 of 4 minuutjes gewacht. Oké, 1 keer. En dan doe ik niks. Oké. Oké, ik heb alles geprobeerd. Ik heb mailtjes gestuurd. In Barcelona is daar ook een persoon die, een firma die dat doet, een mailtje gestuurd, want natuurlijk is het te laat, naar onze firma zou ik zomaar noemen, ook een mailtje gestuurd. Heeft wel direct teruggestuurd met mogelijke oplossingen, maar natuurlijk hebben we dat al geprobeerd. En ja, ik kan hem niet verder lastigvallen. Ik bel hem gewoon morgen vroeg om 8:30. Maar de laatste ding die er nog op zit, ik heb nog echt veel meer geprobeerd, dat kan ik nog benoemen, ja. Ja. Zelf Lucifer is in een gaatje terechtgekomen. Lucifer stokje bedoel ik. Waarom ga ik naartoe? Terug op naar die plaats. Want daar weet ik dat ik elektriciteitspaal heb. En dat ga ik doen. Ik ga elektriciteitspaal insteken en misschien in plaats van 12 volt naar 240 volt gaat dat oplossen. Wie weet, we zullen zien. Oké, ik ben echt terug geparkeerd op dezelfde plaats als ik stond. Ah. Ik ga even zien. Misschien met wat rijden is het probleem gewoon opgelost, want dat kan wel, hè. Ah, nee. Ach ja. Dus het enigste is een kabeltje erin steken en dan zien we. En als dat niet gaat, dan is het zo. Dan, het is nu 1 graad en hier vriest het net niet. Dus voilà, heb je geen probleem met frost. Dat is al zeker iets, hè. Oké, dus kabel is aangesloten, zo zien we dat. En nee, dezelfde error. Dus ik zeg het morgen. Dat is mijn enige oplossing voor vandaag. Zo, en ik wil nog eventjes tonen de afsluiter van deze dag. Ik heb pyjama die ik amper aandoe. Deken. Deken. Nee, goede deken. Deken. Dus eigenlijk 3 lagen. Dus koud ga ik niet hebben. Ik kan nog eventjes gewoon mindless zitten scrollen door de cellfoon. En ik ben benieuwd voor morgen wat het gaat zijn. Ik hoop dat er service gaat zijn die komt. Of zelf, ik moet wel. Zelf als ik zou ergens moeten rijden, is ook goed, hè. Maar ik denk dat terug naar België rijden gaat benzine me veel meer kosten als de service. Mocht service niet in de garantie vallen. Want zelf die error die er staat, dus die 515H, die staat zelf niet in de boekje. Maar door zoeken, stond er eigenlijk dat de combustion fan needs to be repaired of zoiets. Een fan moet gereplaced worden, bedoel ik. Dus ja. Voilà. Bo. Zelf de Oscar zegt dat er terug. Dat je terug. Terug moet komen. Je bent al 6 dagen weg en de ploes valt gewoon uit elkaar. Help. Hebben tenminste content, hè? Ach ja, voilà. Tot morgen. Ach, ik kreeg gewoon ook op. Dus dat is dan de veiligheidssystemen. En ik kreeg die niet zo koud is in camper. Ik kreeg het zelf niet dicht.
Dus ik laat het gewoon voor wat het is. Dus hebben ze me teruggebeld. Ze hebben systeem error gevonden. En ik laat eventjes zien wat we nog geprobeerd hebben te doen. Amai, mijn haar. Mad scientist toch. Dus die kijken nu voor mij in de buurt waar ik waar zo'n Truma service zich dichtstbijzijnde bevindt. En ik kan naar daar rijden en dan gaan ze maken. En ik hoop dat dat mee opgelost is. Oké, ik heb wat services gebeld natuurlijk. Geeft niemand vandaag echt tijd. Dus, maar ik heb gebeld en morgen kan ik in de garage komen. Dus dat ga ik doen morgen in de garage. Laat eventjes zien hoe zo'n ding eruit ziet. Nee, zo'n aflevering van Truma Error. Hè. Dus in Truma, dus ik heb deze gebeld, want die geeft zo'n T-tekentje. En ik heb Electro Girona gebeld en Mundi gebeld, maar niks. Maar de tweede was voor morgen. Dus deze ga ik naartoe. Deze Girona. En ik dacht van, oké, want als we naar route kijken... Dat is hier. En ik heb hier overal gekeken in Barcelona. Natuurlijk, dicht bij Barcelona gaan ze grotere planning hebben. Dus ik ga nu naar hier rijden. Voilà. Dus ik ga opgemaakt nu alles dichtmaken enzovoort. En ik ga gewoon vertrekken. En ik zie jullie straks daar. Oké, ik ben een beetje mijn dingetje aan het doen, maar ik heb ook honger gekregen bij siesta en ik ben blij voor dat ik die soepjes heb gekocht. Lifesaver. En ja, ik sta hier. Palace, daar moet ik zijn en om 15 uur hebben ze terugwerk. Gaan ze terugwerken. Dus dat is zeker een probleem. Die heeft dat er helemaal uitgevest en eventjes uitgeblazen, terug ingestoken, maar het werkt niet. Dus meneer gaat nu eventjes zoeken naar een spare part. Oké. Dat is niet fijn, maar dus ze hebben diagnose gedaan. Het heeft me €53 gekost in cash. Ik kon zelf die ticket niet vragen. Ze zeiden van, ik begrijp geen Spaans of Catalaans. Zo lachen. Maar het kost me in totaal dus €550. Verzekering, een garantie bedoel ik. En ze zeiden van, ja, dat doen we niet aan. Ik dacht, oké, misschien is dat zo'n klein stukje. Dus ik liet hun dan verder doen, diagnose stellen. En dan heb ik een paar telefoontjes gedaan naar mijn dealer, dus bedankt hiervoor. En naar mijn verzekering. Natuurlijk, verzekering dekt het niet. Enkel de schade natuurlijk, niet de schade aan het toestel. Maar ja, DD Mobile Homes, weer bedankt. Zei van, dat kan echt niet. Die toestel is geen jaar oud en Truma moet verzekerd worden. Allee, dat moet door Truma verzekerd worden. En toen heb ik aan hun gevraagd waarom... Is dat niet verzekerd? Het is echt een nieuw toestel. Ze zeiden van, we doen het niet aan mee, want het is veel te moeilijk met papierwerk en om geld terug te krijgen. En dan denk ik, oké, toch bedankt. Ik kan nog een beetje verder zoeken. En dan heb ik gevraagd, zijn er hier andere Truma's in de buurt? En hij zei, nee. Dus dat vind ik echt geen leuke antwoord. Terwijl op de website staan verschillende Truma's in de radius van 100, 200 kilometer. Dus ik heb morgen een afspraak. Het is 43 kilometer hier verwijderd. Morgen. En ik heb gevraagd, verzekerd door Truma. En ze zeiden van, als je papieren in orde zijn en het is nog
geen oud toestel, dan ja, is dat oké. Mocht dit nog niet lukken, dan heb ik nog een maandag, vandaag zijn we dinsdag, dus maandag een afspraak. En dat was een Nederlander aan de telefoon. Dus mocht dat niet lukken. En hij zei van, ja, mochten we die stukje niet hebben, dan kan zelfs tot maand duren. Ik zei ja, met tegenwoordig van die tijd weet ik hoe lang het is om zo'n elektrische ding te halen. Dus ik hoop dat ik morgen stop met koud lijden, anders, goh, niks aan te doen. Ik ga alvast daar rijden naar die plaats waar ik moet zijn voor de garage. Daar ga ik parkeren en overnachten, zodat ik vroeg kan opstaan en daar meteen zijn om 8 uur 's ochtends. Oh, daar is al een kampeerder. Amai. Ik word steeds beter in de achterkant. Ik kan nog. Valt vandaag eigenlijk wel goed mee. Het gaat maar tot 2 of tot 3 graden worden en dan gaat het terug naar boven stijgen. Ik zit gewoon in mijn pyjama en ik heb geen kou. En het is nu. Ik heb die klok niet veranderd. Ik weet niet hoe laat het is. Het is nu 8:30, 20:25. Om exact te zijn. En ik vries niet, dus dat is veel beter dan gisteren. Want gisteren had ik echt koud. Zo, heb je lekker gegeten? Ik heb het gevoel dat deze vlog gewoon met mijn gezicht gaat zijn van hey, hoi, hey, hoi. Ik hoop dat ik tussen shots heb ook wat om erin te steken. Ik denk niet veel, enkel ik ben aan het praten. Maar, ik hoop dat, dat morgen, wel niet dat het opgelost gaat zijn, want als ze die onderdelen niet hebben, moeten ze ook bestellen. En dat gaat ook waarschijnlijk een paar dagen lukken. Maar ik hoop dat het probleem wordt opgelost en dat de garantie dekt wat ze aan telefoon zeiden dat ze. Als mijn kant in orde is, dan wordt het gedekt. Dus ik hoop het. Morgen om 8 uur 's ochtends ben ik daar in de garage. Ik kan nog lekker zitten. En ik ga aan de nieuwe YouTube-video werken. Denk ik. Ik weet niet waar ik zin in heb. Ik ben ook redelijk echt wel moe. Dus ik ga sowieso zitten en weet ik veel wat ik ga doen. En dan zie ik jullie morgen. Zie ik mijn camera, mijn gezicht weer morgen. Dus voilà. Look at these bodies. Sexy. Zo, goedemorgen. Het is 6:30 en ik ga eventjes de balustrade beter zetten. Oh my, het is lang geleden dat ik zo. Oh. Maar ik heb geluk dat ik hier parking heb. Voilà, zo wacht ik op mijn. Op mijn garagist, daar moet ik zijn, de derde driehoekhuisje. Dan warm ik me lekker op met een thee. Oké, ik ben benieuwd. Nog geen uur later kreeg ik een telefoontje van hun dat het opgelost is. Dus ik heb eventjes gegeten, koffie gedronken en ik ben terug aan het gaan naar de garageplaats. Dus ik ben echt blij dat die mevrouw aan de telefoon zei letterlijk het is opgelost. Dus ik ben echt wel heel blij. Oh, amai, een stuk van mijn hart. Voilà, dat is
Dat is hier. Oké, 26 minuten voor een stop en dan zien we wel waar we willen gaan. Joggers, kijk wat perfect eigenlijk. En die mevrouw een jogger hier. Kan ik hier... Voilà, hier ga ik pauzeren voor de dag. Gewoon, ik heb geen zin meer om ergens te gaan. Maar ik wil even zien, ze hebben alles ingestoken. Ik heb het zelf niet gecheckt. Maar alles zit binnen. Ze hebben zo goed netjes geprobeerd. Hè? Om te doen. Dus dank je wel ervoor. Top. Oké, dus dit systeem hebben ze vervangen. En voor degenen die niet weten, voor degenen die zelf willen vervangen, die klepje kun je schuiven naar boven. En die hele systeem is nu nieuw. En nu werkt het. Voilà. Als jullie nog weten, een van de eerste afleveringen op deze channel. Beschadiging, dan heb ik met duct tape geplakt. Ze hebben zelf voorgesteld en ik heb eindelijk een nieuwe lichtje. Die helemaal verborgen is door die stoel. Voilà, helemaal nieuw, mooi. Mooi. Ja, ik ben echt blij van de service. Oké. Het heeft al gedraaid, dus ik weet het, maar voor de video en ik wil me eindelijk eens gaan douchen. Ga ik eerst op echo zetten. Kan ik eindelijk me douchen? Hier. Ik ga dit pakje, dit heb ik aan, de groen pakjes. Hè. En ik ga lekker joggen, ontstressen. Water wordt verwarmd, dus na joggen neem ik een heerlijke badje. En dan zag ik zo'n een kilometer hier vandaan is een wassalon. Dus dat ga ik een wasje doen. Dat is wel een beetje nodig. Anders wordt te veel. Maar oké, dat ga ik lekker wasje doen. En dan, dan ben ik een blije mens. Voilà. Voilà, dus dan doe ik de was. Ik heb zo'n IKEA rugzak. En daar is de was. Hier is mijn kristalmet. En hier zijn mijn eurotjes. Oké, ik ben terug hier. Waarom? Ik weet niet of ik dit verteld heb, maar ik heb dat luciferstokje daar laten vallen. En ik heb een antwoord gekregen van, ik weet niet hoe dichtbij bij die hete kachel is, dus het is best dat je het uitprutst. Dus deze dag is toch niet voorbij voor deze truma ding. We gaan aan de slag. Oh, ik ben echt helemaal klaar mee, eerlijk gezegd. Oh. Zie, dus ik heb zo twee luciferstokjes en eentje is erin gevallen. Waar is hij ingevallen? Laat eventjes terugzien. Dus als jullie kunnen misschien zien, hier in dit is het gevallen. Daar is die bruine knopje onder die twee rode kabels. Dus ik ga proberen dit en dit uit te wijzen. Lichtjes naar rechts doen en misschien kan ik het zien. Dus dat is mijn plan. Misschien is het donker om te zien, maar hier zit hij onder, hier net onder zit hij. Kun je of een goede focus is? Ja, daar zie je. Oké, die ga ik nemen. Oké, ik heb hem gevonden. Ik heb hem. Die lag daar. Echt daar zo tussenin. Ik heb hem.
Ik heb echt alles geprobeerd. Pincet, een plakband. Uiteindelijk had ik zo'n satéstok. En uiteindelijk heb ik zo gescoopt en zo is me gelukt om te doen. En nu ga ik nog niet te snel juichen. Ik ga alles in elkaar steken en ik hoop dat alles werkt. Inderdaad, zoals jullie zien, heb ik die schap toch omhoog gedaan, zodat ik kon zien. Maar ja, dat waren we weer 2 uur verder. Allee, of een uur. Een uurtje, zou ik zeggen. Oké. Ik ga in alles terugsteken zoals het moet. Oké. Ik heb geen error. Ja, er komt warmte uit. Oké, alles draait mooi. Dus ik ga het systeem uitzetten. En ik ga terug alles netjes maken. En dan vergeten we het avontuur voor eventjes. Zien, want vandaag zijn we zonder Bo dag 7. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 7, ja. 7e dag, dus een hele week. En zo ver sta ik niet achter met mijn footage. Dus ik ben wel tevreden. En ja, nu mis ik Bo wel extra hard als ik zo naar zo heb bewerkt en jou zag je dus. Oh. Kijk eventjes. Dus dat is het van video. Dus ik ga de laatste. Ik moet nog wat aanpassingen doen en dan is het klaar. Veel kusjes wel. Alright. Ja, dus ik sluit hiermee deze dagje. Het was mooi geweest. Alvast bedankt om te kijken. Echt waar, bedankt om te kijken. En ik zie jullie in de verdere vlogjes die ik maak. Mwah.